Alle groenten op ons bord komen voort uit zaden. Sinds het ontstaan van de landbouw hebben boeren telkens voor die planten gekozen die het best aangepast zijn aan hun omgeving. Boeren hebben hun zaden bewaard om het volgend jaar opnieuw te kunnen planten. Dit selectieproces steunt op de uitwisseling van zaden. Hierdoor zijn boeren in staat geweest een brede variëteit aan gewassen te ontwikkelen die aangepast zijn aan hun omgeving. Maar dat was voor een belangrijke omwenteling. In 1970 werd de Europese zadencatalogus gecreëerd. Om verkocht te mogen worden, moet een zaadvariëteit in deze catalogus worden geregistreerd. Deze catalogus vormt een erg exclusieve club. Ten eerste is er de zware en complexe aanvraagprocedure, dan de registratiekosten. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Finale stap. Zaden worden beoordeeld volgens 3 criteria. Ze moeten zich onderscheiden van alle eerder geregistreerde zaden en moeten uniform en stabiel zijn. Deze criteria bevoordelen net als de rest van de procedure de uniforme zaden bedoeld voor industriële landbouw. En dit is ongunstig voor op boerderijen gewonnen zaden. Die zijn van nature minder stabiel en kunnen zich daarom beter aanpassen aan hun omgeving. De Europese Commissie wil de wetgeving wijzigen, maar heeft de basislogica niet aangepast. Om hun zaden op de markt te mogen brengen, moeten kleine landbouwbedrijven, zadenveredelaars en hoveniers hun variëteiten in de catalogus registreren. Dit verstikt langzaam maar zeker de biodiversiteit. De Europese catalogus bevat nu 34.500 variëteiten, een indrukwekkend cijfer dat echter niets voorstelt, vergeleken met de werkelijke genetische diversiteit die op aarde bestaat. En het is net deze diversiteit die de beste weerstand biedt tegen rampen en ziekten in de natuur. De genetische rijkdom van de op boerderijen gekweekte zaden is divers genoeg om weerstand te bieden aan klimaatverandering, allerlei ziektes en plagen. Maar dit soort zaden wordt bedreigd, dankzij de Europese catalogus. Ze worden vervangen door grootschalige industriële monoculturen van gestandaardiseerde en uniforme planten. Verlies van biodiversiteit staat gelijk met een verlies van voedselzekerheid. In Europa hebben slechts 5 bedrijven minstens 50% van de markt van bepaalde gewassen in handen. Europa is de grootste zaadexporteur ter wereld, goed voor 60% van de wereldmarkt, waarvan 75% in handen is van de 10 grootste zadenbedrijven, tevens agrochemische bedrijven. Dit systeem leidt tot ongezonde marktconcentratie. Boeren die zaden van deze multinationals kopen, raken verstrikt in een systeem dat hen steeds afhankelijker maakt, ook al omdat die zaden samengaan met dure agrochemische producten als kunstmest en pesticiden. Het verhinderen dat landbouwers vrij kunnen zaaien en zaden inwisselen staat gelijk aan het ontkennen van hun historische rechten en aan het stoppen van een eeuwenoude innovatie. Een rijke biodiversiteit is van essentieel belang om de wereld op termijn te blijven voeden. Zaden zijn het begin van alle leven. Laat ons biodiversiteit koesteren en voedselzekerheid voor iedereen garanderen, nu en in de toekomst.